En hier zijn we in een iets wat regenachtig bikepark op de Van Berg. Met een kopgroep van 5 rensters. Kopgroep die eigenlijk ontstaan is door Jolien Doren. We zien haar daar in de kleuren van SD Works. Met daarbij ook Emma Norsgaard. Ze heeft een achterstand van 33 seconden op Ellen van Dijk. En met nummer 1 in de kopgroep Lonneke Unneke. En kijk eens hoe klein dat peloton is geworden. Ja, en Ellen van Dijk, ze moet gewoon Amy Pieters in de gaten houden. En ook Lisa Brennau. Maar vooral Pieters is naar mijn idee een grote bedreiging voor Ellen van Dijk. Daar zien we Christine Majerus. Met een tempoversnelling gevolgd door Lisa Brennauer, door Van Dijk, door Pieters daar in die groene trui. Ook Chabé, Alexis Ryan vinden we daar. Gele trui is voor Van Dijk, de groene trui is voor Amy Pieters. En de witte trui om de schouders van Emma Norsgaard. Ja, ze kijkt even en gaat nog maar eens een poging doen om die prijs voor de strijdlust te pakken. En misschien wel meer, hè? Want ja, wie gaat deze Lonneke Unneke nou terughalen? Daar heeft niemand belang bij, want Unneke die heeft een achterstand in het klassement van 1 minuut 59 op Ellen van Dijk. Dus daarin is ze absoluut geen gevaar. Dus ja, misschien gaat ze wel een gooi doen naar de etappezege hier. Twee pelotons komen weer bij elkaar met Lisa Klein, de nummer 5 in het klassement. Die meteen ook maar doortrekt. En dit is slecht nieuws voor Lonneke Unneke. Want nu gaat het tempo heel hard omhoog. Deze Unneke die heeft 1.59 op Ellen van Dijk. Met de bonificatieseconde aan de streep, 1.49. Dat betekent wel dat het peloton toch echt in actie moet schieten om te voorkomen dat deze Lonneke Unneke een dubbelslag gaat halen. Want op dit moment rijdt ze dus echt virtueel aan de leiding. Ja, het verschil wordt ietsje kleiner. Maar Ellen van Dijk heeft het daar heel erg lastig op de Van Berg. Moet onder die tempoversnelling van Brennauer, Norsgaard, Pieters. En lag toch een klein beetje toegeven. 2,5 minuut is nu de achterstand van Ellen van Dijk ten opzichte van Lonneke Unneke. Het gaat verschrikkelijk veel pijn doen voor Ellen van Dijk. Dat is zeker. Maar ze moet terug naar dat achterwiel van Amy Pieters. Hier de laatste 3 kilometer. Voor Lonneke Unneke, die op weg is naar haar eerste profzege. Maar Van Dijk is terug bij haar naaste concurrenten Pieters en Brennauer. Ze is net 21, een millennial dus, deze Lonneke Unneke. En nu heeft kennis met haar gemaakt. Wat een fenomenaal stukje fietsen. Kijk de glimlach, kijk die grinta op het gezicht van Lonneke Unneke. Het is binnen hoor, het is binnen. Wat een schitterende zege van Lonneke Unneke hier op de Van Berg. Het algemeen klassement gaat niet naar Lonneke Unneke, maar dat zal haar op dit moment ook niet zo heel veel kunnen schelen. Kijk, daar komt Ellen van Dijk in die gele trui nog één keer die pijn lijden. En dat kan ze natuurlijk als tijdrijdster pijn lijden. Ze kan dwars door die muur van pijn heen. Daar komt Emma Norsgaard over de streep. En we gaan kijken naar het verschil. 1.15. Zij pakt 6 seconden. 1.16. Dan moet daar Ellen van Dijk komen. En dat is zo hoor. Ellen van Dijk komt eraan en pakt hier voor de 4e keer op rij de eindzege in de Healthy Aging Tour. Wat een schitterende prestatie van Ellen van Dijk. Ja, I didn't expect this this morning, but yeah, really happy. Well, how heavy, how tough was this road race? Yeah, it was really hard. It was, I think, from, I don't know, really early in the beginning I was in the attack. And then at one moment we had some girls coming from the back in the front group. And yeah, then I attacked and I was gone and I had my teammates behind me who blocked it. So I just had to keep riding, but it was really hard. Nog één keer het algemeen klassement met de tijdsverschillen in beeld. Van Dijk dus haar 4e Healthy Aging Tour eindwinst voor Brennauer. Die toch ook al heel vaak op dat podium stond. Norsgaard op 3, dan Unneke met een zege op de Van Berg. En een 4e plaats in het eindklassement. Ja, yeah, het was very hectic and especially cold in the end. I mean, it was a very exciting day, I think, because
Yeah, it was not easy to control the race, and it was a bit of a surprise that all of a sudden we heard that Lonneke had such a big gap, so then it was like, oh shit, we need to go full gas. And in the end, yeah, also the last climb was still actually pretty exciting. I think it wasn't clear who won until after the finish, so yeah, I'm just super happy I made it, but it was for sure close.